Hoi, ik ben Nanny, junior reporter van VIPS TV. En vandaag ben ik bij het concert van Mathieu en ik heb er super veel zin in. Wat voelt je ervan? Ja, super vet. Hij doet het zo goed. Hij is altijd goed. Maar ik zie gewoon hoeveel plezier hij erin heeft. En dat vind ik echt leuk om te zien. Ja, echt heel tof. Mathieu heeft Zeker het echt weten. Heel goed gedaan. Ja. En vooral heel leuk om te zien dat hij zelf zo genoot ervan. Hij was heel blij. Ja? Ik vind dat heel vet was om te zien. Hij genoot en hij heeft het heel goed gedaan. En ik kan gewoon enorm goed zingen. Ja, oh, geen enkele vals, ja. Hè? Ik weet van Matt dat hij het altijd lekker vindt om het casual te houden. En hij heeft het echt super goed gedaan. Het was een vette show. Iedereen was goed. Ja, het is top. En wat vonden jullie het leukste stukje uit de show, denk je? Oh, nou, ik vind dans met jou vind ik wel heel leuk. Ze haalt de woorden uit mijn mond. Dat is toch wel dat je denkt, dat is toch wel de classic. Ook Coldplay wel. Zo en die medley. Samen. Ik vond die medley ook heel gaaf. Tof, hè? Ja, met de gitaar, inderdaad. Vanaf de gitaar, klein naar groot. Ja. Ik hou daar heel erg van. Dus ik vond dat heel vet. Ja, en met Coldplay heel tof. Heel de zaal ging mee. En dat is wat je moet behalen. Heel de zaal deed mee. En ja, daar mag hij heel trots op zijn. Oeh, ik denk wel de medley. Ja, dat vond ik heel leuk. Get in the swamp, my princess. They're running up that road. They're running up that hill. Je eigen theaterconcert, hoe voelt dat? Nou, dat voelt heel goed. Ik heb ze nu allebei gehad. Ik had 2 shows vandaag en ik ga met een heel goed gevoel naar huis. En hoe is het idee voor dit concert gekomen? Nou ja, ik zou het eigenlijk al in maart hebben. En eigenlijk in de coronatijd zei ik van, weet je, kunnen we niet gewoon iets doen dat ik toch iets kan gaan doen? En dat is verplaatst. En nu doen we het hier. En we hebben nog een beetje aangekleed. En zo is het eigenlijk ontstaan. Waarom in Weert? Nou, ik woon hier al heel mijn leven. En ik weet dat het ver weg is. Dus het was wel een uitdaging. Maar ik heb hem genomen en het is goed uitgepakt. Dus. Ja, dat zeker. Hoe ben je tot de keuze van je liedjes gekomen? Nou, sowieso mijn eigen muziek. Gewoon de covers erin die ik al had gezongen een keer. En medleys, met liedjes die ik heel tof vind. En ik dacht van, hoe kan ik nou een beetje de ouders ook een beetje verwennen? Dus ik dacht, ik doe een beetje Coldplay en een beetje Kate Bush erin en zo. Ja, gewoon bekende liedjes. Ik ken ze ook allemaal. TikTok redt de wereld. TikTok, inderdaad. Je had heel veel TikTok liedjes. Dat vond ik slim. Uit de jaren 90. Nou, ik ken al je liedjes wel, hoor. Wie is jouw grote voorbeeld? Ja, dat vind ik altijd een moeilijke vraag. Ik denk op Nederlands gebied Jan Smit. Niet helemaal in hetzelfde genre, precies, maar hij presenteert ook en hij brengt ook muziek uit. Ja, ik denk toch hem. Ja, qua Nederlands dan, hè? Qua Nederlands. En qua Engels dan? Oeh, lastig. Shawn Mendes misschien, Justin Bieber. Oh ja, precies. Ja. Ed Sheeran. Ja. Hoe zou je jezelf omschrijven in 3 woorden? Ik kan nog veel dingen leren. Ik geniet van het leven en ik ben dankbaar. Is dat goed gezegd? Dat vind ik heel goed gezegd. Ja, en ga je ook nog met deze show langs meer theaters in heel Nederland? Nee, jammer genoeg niet. Dit was een eenmalig dingetje, maar ik heb er wel heel veel van genoten. En zeker niet het laatst. Precies. Ja, want ik las dat je bang bent dat je na dit concert dat het klaar is, zeg maar. Maar waarom? Oh nee, hier is het nou zeker niet klaar. Ik ga sowieso even goed slapen, dat is heel belangrijk. Want hier zit, het is nu een uur, maar er zit maanden. Ja, inderdaad, in. Dus ik ga even goed slapen. En daarna ga ik weer lekker schrijven. Komen weer nieuwe films aan, wat mag ik allemaal wel zeggen. Het is heel druk, laat ik het zo houden. Slim. Welke dromen heb je nog die je wilt bereiken? Nou, de Ziggo Dome uitverkopen. Een eigen album uitbrengen. Ben je trots op jezelf? Ik ben, jawel, ik ben wel trots op mezelf. Ik heb vandaag een belangrijke dag gehad. Ja. Als in van, toen ik 8 was, had ik er niet durven dromen. En zeiden ook veel mensen van, dat gaat je allemaal niet lukken. En kijk waar we staan. Precies, mooi gezegd. We keep going, toch? Ja. We blijven doorgaan. Precies. Jij ook, toch? Ja, zeker. Met Vips TV. Komt goed. Ik ga er vandoor. Ga lekker naar mijn kleedkamer, ja? Veel succes, hè? Boks houden. Doei. Later. Oh, wat was het toch tof. Echt, die Mathieu, hij kan echt alles. Ja, ik vond het echt super tof. En ja, hij deed het super goed. En ik vond het zo leuk dat we mochten komen. Nou, like en abonneer. En tot de volgende keer. Doei!